anders kijken naar de werkelijkheid met een onbevangen blik. Het is een manier om los te komen van de pijn van het afgescheiden zijn. Vrijgevochten psychiater Edel Maaks wist zijn persoonlijk leed te doorgronden. Via het zenboeddhisme leert hij zich op zijn manier te verhouden met het leven van alle dag. Niet hunkeren naar antwoorden en zekerheden, maar vertrouwd raken met pijn. Durven te leven. In Antwerpen zijn we te gast bij psychiater Edel Maaks. Edel, je hebt mij geraakt met een uitspraak van je. En dat is heimwee naar de realiteit. Ah ja. Ja. En dan denk ik, heimwee suggereert dat je naar iets teruggaat, naar iets terug verlangt. Ja, ja. Waarnaar is dat? Midden in de werkelijkheid gaan staan. Midden in de werkelijkheid gaan staan. En voelen dat dat de goede plaats is om te zijn. Omdat we heel vaak willen weglopen van de werkelijkheid. Dat we de werkelijkheid ontvluchten. Omdat we denken dat ze te pijnlijk is en te moeilijk is. En dat zeker als het moeilijk en pijnlijk is, dat het nog altijd het beste is van er naartoe te gaan en niet weg te lopen. En dat is ook waar we eigenlijk door weg te lopen heimwee naar hebben. Proberen te ontsnappen. Ja. We doen van alles om ons af te keren, om aan de pijn te ontkomen. En iets ergens in ons heeft heimwee. Iets in ons weet van... Maar we durven niet en we weten het niet en we hebben het vertrouwen niet dat het mogelijk is. En iets in ons voelt van, nee, de enige plaats om te zijn is de werkelijkheid. En waar voel jij dat? Ja. Ja. Je vraagt waar, dus kan ik het alleen maar zo uitdrukken. Ja. Ja, het doet me denken aan wat jij ook schrijft over de periode dat jij zo'n jaar of 30 bent. En je bent afgestudeerd als psychiater. Ja, ja. Ja. Hoe zag jouw leven er toen uit? Goh, ik was een net pas afgestudeerde student. Ik was een bon vivant. Ik amuseerde mij te pletter. En ik creëerde de ene puinhoop naar de andere, al amuserend. Zoals? Goh, ja, een relatie die uit is en dan snel beginnen met iemand anders om dat soort dingen. En, ja. En alleen maar nog meer miserie veroorzaken dan er al was, dat soort toestanden. Ja. Totdat je het gevoel hebt van dit gaat niet meer, dit werkt niet meer, ik voel me niet meer goed, maar je weet niet hoe, want je probeert altijd aan die pijn te ontvluchten. Je probeert aan de pijn te ontvluchten. Tot ik niet meer anders kon op een bepaald moment dan iemand tegen me zei, kijk ernaar. En ik dacht, oh nee, dat gaat niet. Dan ga ik dood. Dan ga ik dood, ja. Maar ik had geen alternatief meer. En dus het enige wat ik doe was kijken. En dat bleek mogelijk. Je stond met de rug tegen de muur als het ware. Ja. Dat bleek de enige zinnige manier om met die dingen om te gaan. In de werkelijkheid te gaan staan en te kijken. En niet door weg te lopen. En het is pas daarna dat ik ben beginnen mediteren. En dan Ton Lathouwers tegenkwam. En dat was de eerste die daarover sprak. En dan zei ze van die dingen... Hoe ging dat? Hij zei ze van die dingen als je kunt er niet uitvallen. En dat was perfect logisch op dat moment. Als je probeert van weg te lopen, dan zit je voortdurend in iets waar je om de haverklap opnieuw weer uitvalt. En als je in de werkelijkheid, je kunt niet uit de werkelijkheid vallen. Ja, je kunt proberen te doen alsof. Ja. Maar daar val je, uit dat doen alsof val je voortdurend opnieuw uit. Ja. Ja. En Ton is ook heel erg iemand van you are accepted as you are, hè? Wel, ook dat, hè. Ook dat, hè. Dat is wat hij van zijn... van Massou Abbe hoorde, hè. Toen hij in een gelijkaardige puinhoop... maar twee decennia daarvoor dan in Japan kwam aangewaaid. Helemaal radeloos. En dat Massou Abbe tegen hem zei, you are accepted just as you are. Ja. Ja. Ja, terwijl je het gevoel hebt dat er iets mis is met je. Ja, ja. Het gevoel van, dat had ik ook, er is van alles mis met mij. En er was niks mis met mij. Ik had gewoon veel verdriet en ik had een puin opgemaakt. En ik moest daar beter mee omgaan. En oké, ja. That's it. En wat voor invloed had dat op jou? Goh, ik vind dat de meest belangrijke ontdekking die ik ooit in mijn leven gedaan heb. Je moet er niet proberen van weg te lopen. Je moet niet proberen alle pijn zoveel mogelijk weg te duwen. En zoveel mogelijk leuke dingen te doen. Uiteraard doe je zoveel mogelijk leuke dingen, maar niet om te ontsnappen aan de werkelijkheid.
En het feit dat dat mogelijk is, en dat dat zelfs de enige zinnige manier is om te gaan met de moeilijke dingen van het leven, dat was voor mij een enorme revelatie. Ja. En dat heeft eigenlijk... Dat heeft echt... Het is echt in mijn leven de periode voor en de periode na. Dat is echt een lijn door mijn leven. Ja. Ja, dat speelt zich af in het jaar dat ik psychiater werd. Maar dan denk ik dat als je zo'n ontdekking doet die zo fundamenteel is om lijden te begrijpen, zou ik maar zeggen, en daarmee om te gaan, dat het ook invloed had op jouw praktijk. Absoluut, absoluut. Want ik bedoel, het is niet alleen van er is niks mis met mij, maar ik kwam ook te ontdekken er is niks mis met deze mensen hier. Als psychiater ben je eigenlijk, misschien wat karikaturaal gezegd, maar je bent opgeleid om te zien wat er mis is met iemand. Je hebt een lijstje van symptomen in je achterhoofd en je ziet wat er iemand allemaal verkeerd kan doen. En je dacht, nee, ik bedoel, de mensen komen niet omdat er iets mis is met hun, de mensen komen omdat ze lijden. En de vraag was dus niet, wat is er mis met jou, maar, of wat is er mis met deze persoon, maar wat is jouw lijden? En begrijp je dat? En hoe komt dat? En wat kunnen we daarmee? Ja, het geeft mij ook het gevoel dat er een draai gemaakt wordt dan in de relatie tussen jou als therapeut en de Absoluut. Cliënt. Want als ik hier zit van, kijk, wat is er mis met deze dame en dit en dat en dat. Dat is niet leuk, hè, als ik zo tegenover jou zit. Ja. En als ik hier als mens zit, als medemens in de meest letterlijke betekenis van het woord. Ja. En mijn vraag is, wat scheelt er? Ja. Waar zit de pijn? Hoe waar voelt zit het? Dat bedoel ik daarmee, wat ja, scheelt ja, er? Ja, want meteen kun je het anders verstaan ook, hè. Ja, hè, niet, wat is er mis met jou? Wel, als je zegt, wat scheelt er, alsof er iets mis is met jou? Nee, ja. Nee. Wat scheelt er in de zin van, oh, wat is de pijn? Wat is het verdriet? Ja. En van daaruit betrek je een mogelijke stoornis van iemand erbij? Nee. Heel, pas op, hè, bestaansstoornissen. Hè, en dat is ook belangrijk dat we dat weten. En dat, maar daar begint het niet mee. Ja. En heel veel lijden van mensen is gewoon lijden en pijn en verdriet. En... daar helpt het begrip stoornis ons gewoon niet echt bij. Dat is wel een revolutionaire uitspraak. Misschien. Ja. Ja, jij bent ook hier in de Lage Landen, zoals dat heet, België, Nederland, heb je aan de wieg gestaan van de hele mindfulnessbeweging, ja, hè? Ja. Wat is voor jou nou de crux van mindfulness? Weer exact hetzelfde. De werkelijkheid aangaan. Ja, die ontdekking, datgene dat ik er juist noemde als van... dat voor mij de grootste revelatie was, de grootste ontdekking die ik ooit gedaan heb... van de heimwee naar de realiteit en erin te gaan staan en niet altijd weg te lopen. Of niet alleen maar weg te lopen. Ik wou mijn patiënten dat ook meegeven, ik wou dat uitleggen. Ik zocht manieren om dat over te dragen... Ik had geen in zen geleerd, dat in een meditatie geleerd had. Of gecultiveerd had, want daar is de plek waar ik het dan verder ben gaan cultiveren. Mm-hmm. Ik wou daar iets mee doen. Mm-hmm. Alleen in die tijd was dat compleet not done. Het idee was van meditatie is misschien goed voor de therapeut, misschien, maar zeker niet voor de patiënt. Hè? Ondenkbaar. En ik moet daar iets mee doen. En toen wees iemand mij de weg naar dat boek van Kabat-Zinn. John Kabat-Zinn, ja. En... en toen ik dat boek las, dacht ik, deze man bespaart mij 10 jaar werk. Want er is hier iemand in een academisch ziekenhuis geweest, ergens in Amerika, die hetzelfde idee gehad heeft. En ik dacht, ja, dit is wat ik, wat ik wil doen, aan de mensen dit meegeven. Ja. Je vindt het heel belangrijk om te stoppen en de stilte op te zoeken. Wel, als we altijd blijven draaien, in hetzelfde cirkeltje blijven draaien, dan doen we altijd hetzelfde. Dus om daaruit te geraken, moet er een moment komen dat we even stoppen. Stoppen met doen en kijken wat er gaande is. Dit gaat over de inherente pijn van het leven. Dat het leven zich niet altijd houdt aan het script waar we in gedachten hadden. Of aan het script dat we zelfs niet eens van door hadden dat we het in gedachten hadden. En pas merken als het afwijkt. Spartoot, ja. Ja. En dat we dingen doen die niet goed zijn. Dat we ons dingen overkomen die niet oké zijn. Dat we pijn gedaan worden, anderen pijn doen en dan onschuldig voelen en al die dingen. Ja. Maar de gewone pijn van het leven. Ja. Ja, jij hebt het ook over dat het belangrijk is om daar op een hele milde manier mee om te gaan. Hè? Je hebt het echt over een radicale eerlijkheid en de magie van de mildheid. Ja. Wow. Ja. Wel,
Wel, dat gaat aan hand in hand, hè. In die werkelijkheid gaan staan is op zich al een milde beweging. En is ook alleen maar doenbaar als je het doet met mildheid. Want anders is het iemand met zijn neus in de ellende duwen. Nee, dat vraagt om waanzinnig veel mildheid om pijn te zien. En om ook de dingen te zien die dat je... Hè, want soms denken mensen dat mildheid een vorm van laksheid is. En dat je te mild kunt zijn. Nee, je hebt juist mildheid nodig om te zien waar je echt in de fout gegaan bent. Heb je mildheid nodig om dat te kunnen zien? Want anders ga je het of verbloemen of je verliest jezelf in een... jezelf voor het hoofd slaan en dezelfde grond inboren. En daar... Ja. Daar is niemand beter van. Ja, en ik denk dat mildheid ook direct raakt aan je hart. Aan kwetsbaarheid, aan raakbaarheid. Ja, ja. Absoluut. En dan kun je eigenlijk al niet meer hard zijn. Nee. Nee, nee. Ja. Nee. En dat is ook duidelijk geworden voor mij dat... mildheid in de loop der jaren, ook in het werken met mindfulness, is mildheid echt het woord dat is komen bovendrijven als het belangrijkste woord. Ja, aandacht hebben voor de dingen, open, niet de dingen wegduwen, niet selecteren en met mildheid. Ja. En dat is wat, wat echt een antidotum is voor heel veel pijn. Geeft elke maand, en dat is ook heel genereus, zo'n geleide meditatie op je blog. Ja, ja. En in een van die laatste heb je het over de banale vanzelfsprekendheid van onzekerheid. Ah ja. Ja, ik wil geen pijnlijke dingen zeggen, maar wie weet er wat er vanavond gaat gebeuren. Het is onzeker, het leven is onzeker. Dat is een triviaal, banaal feit. Ik werk in een ziekenhuis. Er liggen heel veel mensen in het ziekenhuis die niet dachten dat ze daar die nacht zouden doorbrengen. Om maar iets te noemen. Ja, om maar iets te noemen. Dus dat is banaal. Ja. Heel alledaags en gewoon. Heel gewoon. Ja. Maar dat is dan ontdaan van controle of beheersing of planmatigheid. Er is gigantisch veel aan onze controle ontsnapt. Bobby Mindfulness, en wat ik altijd belangrijk vind in mijn werk ook, is te gaan kijken waar heb je wel vat op. Waar zit, wel je, waar zit je interface met de realiteit op? Welke knoppen kun je wel duwen? Ah, maar er is heel veel in ons leven waar dat we niet, niet voor gekozen hebben, niet om gevraagd hebben, niet onmiddellijk iets kunnen aan doen. Waar kunnen we wel, welke knop kunnen we wel drukken? Oh, dat hangt af wat is concreet. Dat is verschillend van situatie tot situatie. Als je een lekke band hebt, dan kun je vervangen of de wegenwacht bellen. Ja. Of zoiets. Het is altijd van situatie tot situatie veranderlijk van wat kun je doen. En ook de dingen waar je niks kunt aan doen, is nog altijd de manier waarop je ermee omgaat. De manier waarop je toe verhoudt. Ja. Die binnen je eigen controle zit. Ja, het is misschien ook wel heel belangrijk om te accepteren dat niet alles op te lossen is. Ja, ook dat is banaal, hè. Ja. Niet alles is op te lossen. Pas op, hè. Banaal wil niet zeggen... dat kan heel, heel heftig en heel pijnlijk en helemaal niet banaal zijn. Alleen als realiteit is dat, ja. Ja. Mantra van het grote hart van liefde en mededogen. Die zingen jullie ook, hè? Allerlei mantra's delen van sutra's in de meditatie. Ja, 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 hè? Ja, ja. Wat doet dat in jouw meditatie? Als je dat doet, dus ruimte geven aan dat hart van liefde en mededogen. Ja, dat is een hele mooie tekst dat die begint met te zeggen van het grote mededogen is de essentie van de meditatie. Ja. Ja, zonder dit grote hart van liefde en mededogen is de meditatie van geen enkele waarde. En dat is wat ik van in het begin geleerd heb,
toen ik mijn zen begon, toen ik begon te mediteren. En dat is altijd het wezen van de zaak gebleven voor mij. Mm-hmm. Ja. Het is met mijn mildheid, mijn mededogen, mijn vriendelijkheid, mijn liefde. Kies welk woord je het liefste hoort. Je verhouden tot de dingen die zich aandienen. En de eerste die je tegenkomt is jezelf natuurlijk. Ja. Maar het breidt zich uit naar alles en iedereen en de hele wereld. Ja. Ja. En dat heeft iets te maken met het bestaansrecht geven aan dat wat zich voordoet bij jou en bij die ander. Bestaansrecht is voor heel veel mensen een enorm probleem. Heel veel mensen hebben het gevoel dat ze er maar mogen zijn als ze beantwoorden aan. Ja? Als ze doen, als ze het goed doen op school, als ze doen wat er van hun verwacht wordt. En you are accepted just as you are. Hè? Het gewoon a priori er mogen zijn. Okay. En dan, dan kun je de wereld ingaan van lukken en mislukken en goede dingen doen en compleet verkeerde dingen doen en dingen die okay zijn en dingen die helemaal niet okay zijn. Maar er zit iets onder, iets a priori van bestaansrechter te mogen zijn, geaccepteerd te zijn zoals je bent. Ja. Ja. Hoe komt het, denk jij, dat wij zo'n negatief zelfbeeld hebben? Ja, hoe komt dat? Dat is een moeilijke vraag, hè? Dat is in de loop der eeuwen, millennia, geëvolueerd. Hè? Het is erg moeilijk om... Iedere oorzaak die je daar probeert voor te geven, is een kip-en-ei-probleem. Ja. Je kunt zeggen, het ligt aan onze cultuur. Ja, maar wie is onze cultuur? Ja, dat zijn wij. Het ligt aan onze godsdienst. Ja, maar die hebben we ook zelf gemaakt. Ja. Ja, dus... En je kunt die ook heel anders interpreteren als je wil. Dus ja, dat is blijkbaar zo geëvolueerd. Mm-hmm. Ik vind het heel grappig dat er is in de Pali-kanon staat dat de Boeddha zegt, er zijn twee manieren van oefenen. Oefenen alleen voor jezelf en oefenen voor jezelf en de anderen. En hij zegt, het eerste is het verkeerde en het tweede is het juiste, voor jezelf en de anderen. En wat hij blijkbaar op dat moment niet eens als mogelijkheid hield, is dat er nog een derde optie is. Dat is oefenen alleen voor de anderen en niet voor jezelf. En dat is iets wat in deze tijd, dat veel mensen kunnen goed zijn en mild zijn voor iedereen, behalve ene. Zichzelf. En wat heeft die ene dan misdaan? Dat is jouw ervaring ook. Dat is mijn ervaring. Maar als we nou in deze tijd kijken, het is best moeilijk om te leven nu met vanuit liefde en mededogen. De neiging is toch heel erg om weg te kijken. Of om vanuit onderbuikgevoelens te reageren. Ja, ja. Hoe beleef jij deze tijd waarin we nu leven? Wel, ik vermoed dat dat altijd zo geweest is. Dat er niet echt veel nieuws is. Mm-hmm. Ik denk dat dat spanningsveld er altijd geweest is. En we hebben in deze tijd, zien we inderdaad naar mijn gevoel een soort verharding. En tegelijkertijd zien we een onderstroom die de andere kant op gaat. Die dat... Mm-hmm. En die is er ook. En die is misschien minder zichtbaar en minder opvallend. En komt minder in het nieuws, maar eigenlijk heel aanwezig. Ik las een boek van een man over de milieubeweging. En die zei, die had dat in kaart beginnen brengen. En die zei, dat is de grootste beweging in de geschiedenis van de mensheid ooit. Mm-hmm. Puur qua aantallen mensen die daarmee bezig zijn. En alleen dat valt niet op, omdat dat is niet gecentraliseerd. Dat heeft geen gemeenschappelijk bestuur. Dat is niet... Ja, ja. Het is heel anders georganiseerd. Ja, dat is heel met bottom-up. Ja. Ja. En er loopt heel veel mis. Er is heel veel dingen die verkeerd lopen. Heel veel agressie, heel veel geweld in de wereld. Ook altijd geweest. En er is ongelooflijk veel goedheid. Ongelooflijk veel menselijke goedheid. Natuurlijke goedheid die er waarschijnlijk nog altijd meer is dan al wat er slecht is. Waar maak jij je zorgen over? Zorg, ja en nee. In die zin dat die goedheid uitbeeldt, menselijke goedheid, onze natuurlijke goedheid, die er gewoon natuurlijk is, ja, dat die uitbeeld verdwijnt. Daar maak ik mij zorgen over. Op een andere manier maak ik mij geen zorgen, want ik heb er vertrouwen in dat die er is en dat die op een of andere manier wel boven water komt. Ja. En dat die zich wel manifesteert. In... vormen waar we misschien niet verwachten, maar dat leeft, dat gebeurt, dat is daar. Al die mensen die dingen doen, al die mensen die
zich inzetten voor. Die gaan mediteren, die gaan allerlei andere dingen doen. Die vanuit het gevoel van, we moeten daar iets mee doen. Ja. Hm. Het is daar. En op die manier maak ik me dus geen zorgen. Het is een soort vertrouwen. Ik bedoel, het conflict zal er altijd zijn. Het probleem zal er altijd zijn. Het spanningsveld zal er altijd zijn. Maar zonder die onderstroom is het de mensheid niet mogelijk. Wat zie jij voor jouzelf voor de komende jaren? Ik zie gigantisch veel mensen met burn-out. Wat zei je? Ik zie heel veel mensen burn-out, met burn-out. Ja. Mijn ervaring is dat dat geen probleem is van te veel werken. Dat is het probleem van het gevoel te hebben van een meer zinvol bezig te zijn. Mm-hmm. Van te moeten... mensen kunnen hard werken en kunnen daar misschien moe van worden. Misschien op een bepaald moment te moe dat ze even moeten rusten. Maar burn-out worden mensen op het moment dat ze het gevoel hebben dat het niet meer menselijk is. Dat het niet meer zinvol is. Dat ze niet meer gewaardeerd worden. Dat ze niet meer op een nuttige manier bezig zijn. Mm-hmm. Ik hoorde een paar dagen geleden het verhaal van een man die als een leidinggevende in zijn bedrijf al van zijn leidinggevende de opdracht gekregen had om op korte termijn het komende jaar zoveel mogelijk mensen weg te pesten. Want ze wilden de afdelingen reorganiseren. Oh, en als ze, hoe meer mensen uit eigen beweging weggaan, de dag erop was die man burn-out. Kom er meer. Ja, hier ga je kapot aan. Daar ga je aan kapot. Omdat dat onmenselijk is. Ja. En... We hebben geen... Dat is die natuurlijke menselijkheid is een beetje uit onze common sense verdwenen. En de meeste mensen zijn van nature menselijk. Ja. Dat is een tautologie. Misschien is dat wel het heimwee naar de realiteit ook. Dat hoort daar zeker bij. Dat is ook een stuk van de realiteit. Absoluut, ja. Ja, en dat appelleert ook wel een beetje aan... Dat het wijsheid is, een weten is wat iedereen in zich heeft, hè? Ergens hebben we dat in ons. Daar gaat dit boek over van jou, hè? Ja. Iedereen weet. Ja. Ja, inderdaad. Dat is ook wat mensen soms zeggen tegen mij in de mindfulness training. Dan, eigenlijk heb ik niks nieuws geleerd. Ik heb dit altijd al geweten. Alleen, ik was het kwijt. Maar nu dat we... Ik herken iets van wat er eigenlijk al was. Ja. Ja, want je werkt ook in het Elisabeth ziekenhuis hier in Antwerpen... Hè, waar je personeel en patiënten traint met jouw ploeg, zal ik maar zeggen. Ja. Speelden daar nou ook die dingen als bestaansrecht geven? Absoluut, absoluut. Het woord bestaansrecht is eigenlijk gegroeid uit omdat we... Ik heb ondertussen een deel 2 gemaakt aan de mindfulness training. Mindfulness en communicatie. En daar is het woord bestaansrecht een centraal woord geworden. Het is bezoeken naar een woord dat iemand raakt. Hè? Ja. En jezelf bestaansrecht geven, de ander bestaansrecht geven. En dan, oké, dan kunnen we iets. Ja. Als ik hier niet ben, ja, oké, dan is dat a priori omzeep. Als ik hier ben en ik geef jou het recht om er te zijn. Hm. Ja, waar zou de mindfulness belangrijk kunnen zijn in de komende jaren? Ik heb gezegd, er is altijd dat spanningsveld geweest tussen conflicten, oorlogen, hebzuchten, macht. Mm-hmm. En die menselijke goedheid die we nodig hebben om te overleven. En we zijn hier in het Westen vormen kwijtgeraakt door het feit dat de religies aan het verdwijnen zijn. En we zijn op zoek naar nieuwe vormen. En dat komt op. Dat komt op. Dat komt vanzelf spontaan uit de grond. Ja. Zoals in dat beeld in de Lotus Sutra, op een bepaald moment een hele bodhisattva spontaan uit de grond komen. Dat is dezelfde. Ja. Dat is, bij mij, dat is een metafoor voor hetzelfde. Dus dat is niet te stuiten, dat komt op. Alleen is de vraag: hoe gaat dat er binnen een paar honderd jaar uitzien? Ja. Voor mijn part hoeft dat geen boeddhisme zelfs meer te zijn. Ik roep mensen op. Als mensen zeggen, waar vind ik een groepje om te mediteren? Zeg ik, begin erin. Begin erin. Mm-hmm. Laat dat spontaan onder eigen vorm en kleur en onder de noemer die je wilt. En zonder noemer, als je het zonder noemer wilt. Ga plekken maken om dat te doen. Dat het mag bloeien en groeien. Voilà, dat is het. Ja. Dat is de bedoeling. Dank je wel. Oké, you're welcome. Als ik dan toch van het pad af ben, dan ga ik gewoon naar dat paradijs zoeken wat niet bestaat. En dus als een soort vrouwelijke Indiana Jones, de paard, gewoon op zoek gaan naar iets wat waarschijnlijk niet bestaat. Dat vond ik een prachtige missie.